Ik zie heel veel scholen die heel wat informatie van de kinderen met foto's toe op Facebook zetten. Facebook is geen leuk gratis platform. Ten eerste bestaat gratis niet en Facebook is een topbedrijf dat winst voor ogen houdt en het welzijn en de privacy van kinderen kan aan geen bal schelen. En de scholen mogen niet denken dat dat gewoon een goedkoop kanaal is om communicatie met de ouders te realiseren en reclame voor de school te maken. En ik weet dat het moeilijk is als je geen werkingsmiddelen genoeg hebt om de noodzakelijke dingen te betalen, om nog werkingsmiddelen over te hebben om de communicatie van je school te betalen. Dat is waar. Maar de school mag zichzelf niet zien als een entiteit dat in concurrentie moet gaan met de anderen en dus online communicatie moet realiseren met de ouders. De beste communicatie met ouders is face à face. En ik vind het ook leuk om foto's te zien van kleuters, maar ik wil die in een compleet afgesloten en beschermde omgeving.